Welke dag is het? Oh, het is donderdag. Ja. Tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden. Pieter, leuk dat je er weer bent. Gisteravond een mooie avond met leuke wedstrijden. En laten we beginnen met de meest knotsgekke wedstrijd van gisteravond. Granada Ja. tegen Barcelona. Ja, lange tijd was het 2-0 voor Granada, dachten we. Ze gaan stunten in de koppelarij tegen de Catalanen. Tot de 88e minuut was het zelfs 2-0 voor Granada, maar toch had je het idee van het gaat nog 2-2 worden. Tenminste, dat had ik heel erg. Alle kansen gingen op de lat, gingen op de paal. Ja, dat was ongelooflijk hoe die bal er niet in ging. En met Granada ging alles erin. En dan lijkt het zo'n avond waarop alles misgaat. En dan in die laatste paar minuten dan ja, de meest ongelooflijke dingen. Ik heb denk ik nog nooit Jordi Alba met het hoofd een doelpunt zien maken. Ja, dat zei Siert ook. Die heeft nog nooit gekopt in zijn leven. Maar hij Nee, kon het blijven en winnen. dat gebeurt dan ineens. Dat is denk ik ook een beetje de fase waar Barcelona nu in zit. Ze hebben natuurlijk ook al periodes gehad dat alles tegen lijkt te zitten. En nu in die wedstrijd zit op een gegeven moment ook alles tegen. Maar op het einde dan zit toch weer alles mee en sleep je toch zo. Want ook na die 2-2, het was nog voor de extra tijd dat ze nog die Ja, kans krijgen 1-1. die kans tegen van Luis Suarez, de andere Luis Ja, Suarez, ja. de andere Luis Suarez had hem gemaakt volgens Siert. Maar ja, dat is dan ook zo'n bal. Ja, dat wordt zo dramatisch dan afgewerkt. Dat je daar mee wegkomt. En dat is het geluk wat Ronald Koeman nu aan zijn kont even heeft hangen. Maar dat heeft hij ook wel verdiend. Want eigenlijk heeft alles hem tot nu toe tegengezeten. En Ja. ja, nu vanaf de 88e minuut zat in één keer alles mee. Ja, het was wel een wedstrijd waardoor je voetbal leuk gaat vinden, vind ik. Ja, dit is heerlijk. Ja, omdat alles zit erin. Je hebt de underdog die dan. Ja, het kan eigenlijk niet tegen Barcelona. Die komen dan op voorsprong, komen nog verder op voorsprong. Dan, ja, dat spektakel, bal op de lat, bal op de paal. Die keeper die leek op een gegeven Zo, moment onpasseerbaar, hè? onpasseerbaar. Totdat hij bij die eerste paal met Griezmann. Dit was ook wel een beetje gênant dat je dat zo tegenkrijgt. Ja, Dat maar je wel alles knap eruit hoe hebt gehad. Griezmann het deed. Ja, Echt heel zeker. moeilijk, heel Ja, technisch. hele moeilijke hoek. En In dan een is. sprong Ja. en een basketbalactie, Ja, vond en dan ik. gewoon ja, heel knullig eigenlijk dat je die paal terugkomt op Ja. de keeper. Man of the match wel Umtiti, denk ik. Ja, qua mislukking wel, Oh ja. ja. Ja, dat je. Hij speelde echt goed tegen Atletico Bilbao. Vond ik ook. Hij speelde echt weer goed. En dan nu zo'n wedstrijd. Uitgesprint worden door 36-jarige, 35-jarige. Oeh, hij is een jaar jonger dan ik, Soldado. Ja, Soldado, En ja, ook dat bij de was. eerste goal knullig. Ja, dat hij nou zo inlevert. Wereldkampioen is dat, hè? Ja, maar hij was ook echt heel goed. Ja, de muur werd hij vroeger genoemd. Ja, en hij is snel en hij kon beter voetballen dan dat iedereen dacht dat hij kon voetballen. En nu zag je dat nu allemaal niet terug. Maar ja, dat was echt wel een verdediger waarvan je dacht, je gaat de toekomst ermee in. Maar eigenlijk tweede, ja, hij is altijd fouten blijven maken. Te veel voor een verdediger van dat niveau. En die blessures, die hebben hem wel ja, gewoon echt teruggeworpen. Ja, dit is gewoon echt inderdaad een speler die terugkomt van een blessure en dan ja, net niet iedere keer dat niveau heeft wat je moet verwachten. Dus het begint al langzaam toch op te lijken dat dit einde verhaal is voor Umtiti bij Barcelona. Ja, als ik jou vraag naar de man van januari, of de man van 2021 kunnen we zeggen, van Barcelona tot dusver, is het dan Frenkie of is het Griezmann? Ja, of Messi. Of Messi? Ja, die heeft ook weer op zeupen. Maar Ja. Griezmann, heel belangrijk. Dit keer ook 2 goals, assistje, Ja, het buiten is de lekker voet. dat die er weer echt in begint te komen. En ja, die heeft natuurlijk een periode gehad dat alles misging en dat je hem met de ziel onder de arm zag lopen. En nu, ja, hij komt weer in die 16, hij vraagt weer daar om ballen en hij maakt weer doelpunten. En ja, is op precies het moment staat hij daar en is hij daar. En ja, dat is wel heel knap hoe hij zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Dat Messi weer zo ontzettend goed is en zo met pasen en strooien is, ja, dat maakt natuurlijk ook een wereld van verschil. En Frenkie de Jong, zelfs in deze wedstrijd, komt hij er toch ook weer ja, één keertje bij in de 16 en dat is weer een doelpunt. Het is gewoon elke keer mega gevaarlijk als Frenkie de 16 inkomt. Dat is echt bizar hoe je hem ook weg zag lopen. Hij werd door Griezmann Inzaghi genoemd, Pippo Inzaghi. Vond ik wel mooi. Maar hij liep weg als een spits. Terwijl Messi schoot van ik ga de rebound erin tikken. Dat lukt ook gewoon. Ja. Hij heeft ook een beetje geluk aan zijn broek hangen. Ja, zeker. Ja. En dat dwingt hij af door daar te Ja. komen, hebben we het eerder over gehad. Ja, hij kwam
er eigenlijk nooit. En nu komt hij er en nu blijkt hij er ook nog best wel veel gevoel voor te hebben. Dus ja, ik denk dat Koeman ontzettend blij is met hoe nu alles een beetje op zijn plek begint te vallen bij Barcelona. En ja, ook hij verdient wel weer credits hiervoor. Want ze bleven gewoon voetballen. Ja, ze bleven voetballen en hij gooit er eigenlijk gewoon een extra aanvaller bij. Dat ze op een gegeven moment 4 gingen spelen. En daarna kwam tot die hele wedstrijd. Dus ja, dat heeft hij dan toch ook weer goed gedaan. En voor Barcelona ja, is dit misschien wel de beste kans op een prijs. Dus ja, het is een hele belangrijke zege die ze hier gepakt hebben tegen Granada. Zeker, halve finale tegen of Sevilla of Levante. Of vanavond is nog een wedstrijd tussen Bilbao en nog een andere Spaanse tegenstander die ik ben vergeten. Ja. Goed, we gaan snel door naar Engeland. Manchester City, die blijven maar gas geven. Die blijven maar winnen. En ja, Guardiola heeft iets uitgevonden waardoor ze een gouden driehoek hebben. Ederson, Ruben Diaz, de aankoop, en John Stones. Ja, 11 wedstrijden hebben John nee, Stones. Ze hebben 9 wedstrijden samengespeeld. Nee, 11 wedstrijden hebben ze al de nul. Ja, 11 wedstrijden gespeeld, 11 wedstrijden gewonnen, 11 keer de nul. Dat is bizar. Dat zijn een ongelooflijk aantal. Ja, helemaal gegeven de periode waar City in zat aan het begin van het seizoen. Ja. Dat zijn we ook alweer met z'n allen vergeten. Maar ja, die begonnen aan het seizoen, die wonnen eigenlijk niks. Tegen Leicester gingen ze toen, dat was echt een gênante vertoning. Ja. Hoe ze er toen op de counter afgingen. En ja, dat werd ondertussen wel een beetje de vraag, zeker ook naar die afgang tegen Lyon die eraan vooraf ging, van heeft Pep Guardiola het nog? Kan hij het nog? Krijgt hij het hier nog op de rit? Of is het eigenlijk uitgewerkt tussen hem en Manchester City? Ja, en ze hebben de meest overtuigende antwoord gegeven door net dingen weer wat anders neer te zetten in de organisatie. Ja, is het gewoon beter gaan lopen. Wat hij eigenlijk deed in het begin van het seizoen, daar komt eigenlijk kort gezegd op neer de grootste verandering. Nu gaat het natuurlijk heel veel over Stones en dat gaat over Diaz en dat gaat over Ederson. Maar eigenlijk, als je wil begrijpen waarom ze het nul houden, moet je bij de buitenspelers beginnen. Want wat je zag aan het begin van het seizoen, speelden ze vaak met Mahrez hier en met Sterling daar. Zo speelden ze ook tegen Burnley. En Pep begon er alweer over dat het wat te slordig was geweest in balbezit. Maar vaak spelen die, als die daar staan, natuurlijk heel erg aan de binnenkant. Nou, dan moeten die backs, die moeten er helemaal overheen. En dan heb je achter de bal, heb je niet heel veel spelers staan en wordt het allemaal wat kwetsbaarder. En wat hij eigenlijk gedaan heeft na Manchester United was dat. Die speelden ze 0-0 in de competitie. Maar die hadden eigenlijk de betere kansen om die wedstrijd te winnen. En City creëerde niet heel erg veel. Ja, toen is hij Foden op links gaan zetten. Linkspoot op links. Waar hij eigenlijk gewoon tegen zegt, gaan we tegen de zijlijn staan. Sterling op rechts, ga jij maar tegen de zijlijn staan. Waardoor die backs, die konden wat meer achterin blijven. En meer op het middenveld spelen. Met Cancelo natuurlijk, Zinchenko. Laporte speelde natuurlijk tegen Burnley. En dan heeft hij eigenlijk een betere organisatie achter de bal. Konden ze makkelijker de bal in de ploeg houden. En had hij meer breedte en diepte aan die zijkanten. Waardoor ze die bal weer ouderwets konden gaan circuleren zoals City dat doet. En 70% balbezit hebben en bijna niks weggeven. En eigenlijk die ene wijziging, hij heeft het ook zelf in de media verklaard als de truc bij deze crisis was om minder te gaan lopen. Dus hij werd mooie uitspraak. Ja, hij werd er eigenlijk gek van. Ja, iedereen begint natuurlijk, als je wedstrijd verliest, ze moeten vechten en strijden. En hij zei eigenlijk, nee, ons probleem is, we lopen te veel. En daarmee lopen onze eigen gaten dicht. Maar een soort van ouderwetse, Cruyffiaanse wijsheid van, het gaat er niet om hoeveel je loopt, het gaat erom dat je weet waar je naartoe loopt. En soms moet je juist minder lopen. En dat heeft hij ook tegen City gezegd, van die buitenspelers, die moeten niet naar binnen komen. Die moeten daar gewoon aan de zijkant blijven staan. Die aanvallende middenvelders moeten gewoon blijven staan. En als iedereen blijft staan, dan kun je die bal heen en weer gaan pasen. En dan staan we altijd goed om hem meteen weer terug te krijgen. En eigenlijk stilstaan, dat was de weg vooruit voor Manchester City. Dus is het heel simpel. Messi moet naar City eigenlijk. Die is heel goed in stilstaan. Die is heel goed in stilstaan. En het zou kunnen hoor. Gegeven de manier waarop ze nu spelen bij City. Want ze hebben natuurlijk het hele jaar geen spits gehad. Jesus veel eruit geweest. Aguero eigenlijk continu eruit geweest. Dus hij is daar al veel gaan spelen met eigenlijk iemand die het middenveld ging versterken. De Bruyne heeft natuurlijk gespeeld. Bernardo Silva heeft er gespeeld. Noem een middenvelder. En hij heeft in dit seizoen gespeeld bij Manchester City.
Ja, die hoeft verdedigd ook niet ontzettend veel te doen. Ze hebben natuurlijk ook continu de bal. Messi speelt nu ook zo bij Barcelona. Dus ja, je zou ook kunnen zeggen, Koeman die heeft nu de perfecte voorzet gegeven om Messi de spits van Manchester City te laten worden. Zeker. Van de spits even naar de doelverdediger. Nu 8 duels op rij. Geen doelpunt tegen voor Ederson. Geen record. Weet je bij wie het record in handen ligt? Ja, het was het record van de Sar. Klopt. Ja. Weet je hoeveel wedstrijden? Wat was het? 13, 14? 14 wedstrijden op rij de 0. Weet je hoe lang dat is? Ferdinand Vidic, dat was die tijd, toch? Bijna 4 maanden op rij de 0 gehouden bij United. Dat is knap. Dat is best knap, ja. Ja, en dat gaat ook niet lukken hoor, Ederson. Want ze hebben natuurlijk een bizar programma met Liverpool op de kamer. Volgens mij speelt ook binnenkort Arsenal. Dat soort teams die komen nu allemaal in het programma van City. Dus ja, dan ga je ook weer een keertje tegendoelpunt krijgen normaal. Zeker, zeker. Wie ook geen tegendoelpunt krijgt, is, misschien een beetje vergeten van de radar af, Tim Krul. Ja. 7 wedstrijden op rij. Speelt natuurlijk in de Championship. Tuurlijk, ik lees alles op V.nl. Maar 7 wedstrijden op rij. De 0 gehouden bij Norwich. Die is natuurlijk bovenaan staan in de Championship. Misschien een beetje van de radar af voor veel mensen. Maar hij doet het nog steeds hartstikke goed. Tim Krul. Ja. En gewoon nog een kandidaat dus voor het Nederlands elftal. Ja, zeer zeker toch? Ja, nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik Norwich dat ik niet alle wedstrijden gezien heb. Zeker niet 90 minuten. Jezus, Pietje met hoofdredacteur van Football International. Ja, en dan laat je Norwich City schieten. Dat is... Kan niet. Het kan niet. Ik bied mijn excuses aan. Ik zal me weer meer gaan verdiepen in de wonderlijke wereld van Tim Krul. Oké, heel goed. Waar je natuurlijk wel naar hebt gekeken, was gisteren een talent van United. Die is weggegaan. Echt een heel erg jeugdig talent. Die is naar West Ham gegaan. Die had een goed debuut. Lingardinho. Ken je die? Ja. Jesse Lingardinho. 2 keer gescoord. Die gast die heeft... Die had een eeuwigheid niet gescoord natuurlijk. Nee, die werd altijd een beetje gekscherend. Werd hij op de hak genomen dat hij nooit scoorde voor United. Deed hij ook niet. Speelde ook heel lang niet bij United. Ik schrok ook van hoe hoog ze eigenlijk staan West Ham United. Dat is niet normaal. Die staan gewoon, wat was het, 2 of 3 punten van Liverpool af. Ja, ik ga zaterdag. Je moet er niet naar gaan kijken hoor, West Ham. Nee, is niet leuk om te zien. Ik heb zelfs 90 minuten gezien dit seizoen. Ook tegen de topclubs. Er is altijd lange ballen en fysiek geweld. En nou ja, alles wordt uit de kast gehaald. Behalve echt lekker verzorgd voetbal. Maar ze halen er geweldige resultaten mee. Dus wat dat betreft kun je er niks van zeggen. Maar ik zou zeggen, pak gewoon de samenvattingen. Genoeg. Daar word je niet heel vrolijk van. Nee, ik heb aan het begin van het seizoen met Bas een voorspellingsvideo opgenomen. Heb je ze toen laten degraderen? Nee. Bas heeft natuurlijk zijn kennis laten etaleren. Kijk, het hele seizoen kan je hem erop pakken. Precies. We gaan morgen een video opnemen dat we gaan evalueren. Mid het seizoen eigenlijk evalueren met Bas. Maar hij zit er een paar keer ook goed hoor. Nu al. Als we de huidige stand pakken en zijn eindklassering, dan heeft hij gewoon een paar voltreffers. Het is echt heel knap, vind ik. En wat heeft hij goed dan? Hij had Brighton Hove Albion tot gisteren goed, maar die wonnen toen bij Liverpool. Ja. Dus hij had ze op 17 staan. Ze stonden ook gisteren op 17, maar nu weer op 15. Ja, er is gewoon veel veranderd. Ik heb gisteren een beetje ermee zitten kloten, dus ik weet niet precies nu wat hij goed heeft. Want er zijn natuurlijk wat plaatjes veranderd. Maar West Brom had hij eigenlijk op degradatie staan. Die staan 1 plekje erboven uit mijn hoofd. Maar hij heeft er een paar goed, kan ik je vertellen. Aston Villa had hij wel fout. Die had hij volgens mij op plek 18 staan. Die staan er iets beter voor. Die staan er iets beter voor, ja. Goed, we gaan nog even snel verder met Jurgen Klopp. Daar gaan jij en Jarno natuurlijk in Black Friday uitgebreid bij stilstaan. Want dit weekend is City tegen Liverpool. Ja. Ja, dat is en toch wel weer lekker. Het gaat niet goed met Liverpool. Nee. De Engelse pers schrijft ze zelfs af voor het kampioenschap. Titelprolongatie, hop, prullenbak in. Nou ja, het waren wel 3 hele dure punten tegen Brighton. Want ze hadden natuurlijk een hele slechte fase gehad. Waar van alles misging. Maar eigenlijk wat het vooral misging was dat ze op een gegeven moment 180 schoten achter elkaar niet gescoord hadden. Wat eigenlijk in de Premier League, dat was bijna nooit voorgekomen. Alleen de clubs als Norwich, die hadden ooit zo'n reeks neergezet in de Premier League. Daar kon Tim Krul niks aan doen, want die stond op doel. Dus toen ben jij gewoon gestopt met volledige wedstrijden van Norwich kijken. Precies. Je moet ergens op een gegeven moment, maar dat was gewoon Norwich, Sunderland en nog zo'n club ergens in de onderste regionen die dat een keer gehad hadden in de Premier League. En dat gebeurde dus ook Liverpool met al zijn geweldige aanvallers. Nou, dan weet je 2 dingen. 1,
ja, het probleem zit in ze maken de kansen niet af. En twee, ja, die spelers zijn niet in één keer vergeten om kansen af te maken. Dus die gaan op zich, gaat dat wel weer lukken. En die gaan vanzelf weer doelpunten maken. Nou, zo kwamen ze ook meteen uit het dipje met de Spurs, waar in één keer de ballen er weer in vlogen. Want de wedstrijden waar ze ook wat meer ruimte hadden. West Ham, die pakken ze. Ja, dan spelen ze tegen Brighton. En ja, eigenlijk was dat die wedstrijd die ze moesten pakken. Ze hadden natuurlijk ook iets gedaan met Thiago, door die niet meer te gebruiken als verdedigende middenvelder. Maar net een halve linie naar voren, wat ja, ook op zich goed leek te werken. En dan, ja, dit dan weer zo'n wedstrijd, ja, waarin ze het niet doen. Nee. Als er, ja, dit is zo'n wedstrijd tussendoor. Ja, je moet het pakken. Ja, City, nou ja, bijna ja, op de automatische piloot komen ze op cruise control na een 2-0 overwinning met 9300% balbezit. Ja, en Liverpool, dat is toch ja, dit seizoen het grootste probleem voor Liverpool in dit soort wedstrijden. Je wordt kampioen tegen de kleintjes, zegt ze altijd. Hè? Ja, en daar laten ze het liggen. Ja. Daar laten ze het gewoon echt. Nee, ze hebben eigenlijk alle topwedstrijden in dit seizoen heeft Liverpool gewonnen. Of gelijk gespeeld. Maar die topwedstrijden echt uitstekende resultaten iedere keer behaald. Alleen die kleintjes, als ze het spel moeten maken. Nou, dan hadden ze natuurlijk ook de hoop dat met Thiago ja, dat beter zou gaan. Alleen, ja, het heeft ook gewoon te maken met ja, eigenlijk alles begint vanuit die twee achterin. Dat die ontbreken. Ja, van daaruit ontstaan zoveel problemen bij Liverpool. Want ja, die twee die zijn er niet. Nou, dat zie je bij die tegengoal tegen Brighton. Ja, Nathaniel Phillips, je kunt het hem allemaal niet kwalijk nemen. Maar je weet wel, kijk, ja, als daar Van Dijk staat, dat zo'n doelpunt niet valt. Zoals hij nu valt, met zo'n hoge bal erin. Ja, ze hebben natuurlijk ook wat spelervattingen veel tegengekregen. Ja. Nou, dat was een van de factoren waar ja, Van Dijk natuurlijk ontzettend aan bij had gedragen. Toen hij binnenkwam bij Liverpool, was dat spelervattingen en zo. Ja, dat was allemaal wat minder een probleem. Hij zeker is ook snel, zoals ook Joe Gomez snel is. Dan kunnen ze makkelijker met veel ruimte verdedigen. Dan kunnen ook die backs kunnen makkelijker naar voren. Robinson en Alexander-Arnold. Ja, dat zie je allemaal een beetje zo ja, in elkaar haken. Plus nog het effect met nou, Fabinho, nu is hij geblesseerd. Maar die was natuurlijk ook iedere keer nodig centraal achterin. Zoals ook Henderson centraal achterin nodig is. Ja, je had ook die driehoek aan de rechterkant. Bijvoorbeeld vorig jaar met Alexander-Arnold, Henderson en Salah. Die zo goed op elkaar ingespeeld waren. En Alexander-Arnold, ja, die kon iedere keer gaan. Want die wist, als ik ga, dan is Henderson precies, in de rug. En Salah, als hij naar binnen komt, wist hij, oh ja, Henderson kon er ook overheen. Dat was zo goed ingespeeld. Ja, dat is uit elkaar gehaald. Ook het gedeelte met Fabinho voor die twee centrale verdedigers tegen dit soort tegenstanders. Ja, af en toe lange bal en dan tweede ballen spelen. Ja, dat maakt nogal wat uit. Of zeker daar Fabinho staat of dat daar Thiago staat. Ja, met Fabinho heb je al die ballen en met Thiago heb je ze allemaal niet. En ja, zo, dat haakt allemaal in elkaar. En dat begint eigenlijk allemaal met Virgil van Dijk. Dat is een hele grote dominosteen die is omgevallen. Ja. En een paar keer ja, heeft Klopp net op tijd wat dominosteentjes weg kunnen halen, waardoor even de val gebroken werd. Maar ze blijven toch maar weer vallen, die domino-steentjes. Schitterende metafoor. Piet, bewaar je nog wat voor Black Friday? We bewaren wat voor Black Friday. Dan gaan we uitleggen dat misschien tegen City, ja, het is toch weer anders. Het is weer een topwedstrijd. En dat het dan wat minder een probleem hoeft te zijn. Maar in dit soort wedstrijden ja, is het een probleem. Dat hebben ze niet opgelost. En ja, ze hebben twee verdedigers binnengehaald. Maar voordat we die gezien hebben, ja, zijn ze voor de titel eigenlijk afgehaakt natuurlijk in Liverpool. Als City wint, ze hebben een wedstrijd minder. Ze staan nu 7 punten voor. Stel dat ze die inhaalwedstrijd winnen en van Liverpool winnen, dan is het gat wel heel erg onoverbrugbaar. Dan wordt het gat ontzettend groot. Dus ja, do or die eigenlijk. Ja, do or die. Goed, vanavond ook een leuke wedstrijd. Tenminste, niet voor mij, maar voor jou. Want jij houdt van tactiek. Vanavond is het Mourinho tegen Tuchel. Ja. Ik zit dan zo op de bank. Na een tijdje, denk ik. En jij zit echt zo, wat gebeurt hier allemaal? Nou ja, het is wel leuk. Het is de eerste inderdaad echt serieuze tegenstander voor Tuchel. Ik denk dat hij tot nu toe, vandaag ook over geschreven op VPO, heel veel dingen heeft gedaan die ook heel erg juist samenhangen met de verdediging. En dat hij een beetje voor een organisatie heeft gekozen waarin ze ja, konden doen wat hij wil dat ze doen. Namelijk lekker met z'n allen fanatiek druk zetten op een manier dat het ook goed gaat, dus dat je niet 8 counters tegen krijgt. Dus hij heeft gewoon wat zekerheidjes ingebouwd met 3 centrale verdedigers en 2 controlerende middenvelders daarvoor. Alleen ik ben wel benieuwd wat hij nu tegen Spurs gaat doen. Of hij dan ja, misschien toch al begint te denken van ja, remmen los. Maar ook iemand als Hudson-Odoi. Kijk, dat vind ik leuk aan een trainer als Tuchel. Die komt daar binnen. Ja, dat en vind we ik kijken cool. Allemaal naar Hudson-Odoi. En eigenlijk iedere training die binnen is gekomen en Hudson-Odoi
heeft gezien. Die dacht, ja, leuke vleugelspits. Heeft leuke acties. Verdediger niet betrouwbaar genoeg. Ik zet hem toch maar even op de bank. Ja, ja. En toen komt hij op binnen. Die kijkt naar Hutsendoordooi. Die denkt, ja, leuke vleugelaanvaller. Individuele actie. Snelheid. Ik zet een vleugelverdediger. Ja, dat is ergens gebeurt er iets in die hersenen. Dat je denkt van, huh, dat is een hele rare uitgangspositie om te denken. Maar het werkt als een trein op dit moment voor Chelsea. En dat is leuk aan dat zo'n trainer binnenkomt. En ja, hij is natuurlijk ook een trainer die vooral kijkt naar, oké, waar is de speler goed in en hoe kan ik die in zijn kracht zetten? Kijk, er zijn natuurlijk ook een heleboel trainers waarvan je weet, oké, die komen ergens binnen. Nou, die hebben hun eigen ideetjes, een eigen visie en een eigen speelwijze. En dan moet die speler daar maar binnen passen. Maar dat is bij Tuchel toch minder het geval. En hij probeert heel erg te kijken naar, hey, waar is iemand goed in? En hoe kan ik die vervolgens in zijn kracht zetten? Zelfde klinkt heel logisch. Ja. Alleen toch gebeurt het, ook bij Lampard gebeurde dat natuurlijk ook vaak niet. Ook Marcos Alonso bijvoorbeeld. Je weet ook uit de periode van Conte, is eigenlijk als beste, als wingback met drie centrale verdedigers erachter. Ja, dat dendert hij langs die lijn. Hij kon niet zo geweldig verdedigen, maar met zijn kopkracht, met hoe die traptechniek. Is hij daarin gewoon ontzettend waardevol. Ja, dan kun je hem afschrijven, maar je kunt ook zeggen, oké, ik gebruik hem op die manier waar die echt nuttig gaat zijn. En ik denk dat Mourinho ook wel weer uitkijkt naar deze wedstrijd. Ze hebben natuurlijk een moeilijke fase. Waarin ze ook weer juist tegen de kleintjes. Kane is natuurlijk ook een probleem. Ja, dat ze even wat minder punten pakken. Ja, nu kunnen ze weer lekker gaan counteren. Dus ik denk dat Mourinho ook wel uitkijkt naar een wedstrijdje tegen Thomas Tuchel. Ja, oké, ik ga niet slapen. Ik ga gewoon lekker kijken. Dankzij jouw mooie betoog. Fijn. Super bedankt, Pieter. Jongens, jullie ook bedankt voor het kijken. Morgen, zoals gezegd, Black Friday over de heuse topper in de Premier League tussen City en Liverpool. En we gaan ook om 4 uur live met Bas en Matthijs. Heel leuk spel doen, een transferspel. We gaan underrated, overrated doen en we hebben hele lastige... En het spel dat wij ook hebben gedaan. Zeker. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk, hè? Ja, maar... ik denk dat het is een appeltje eitje, maar... Nee. Die gaan we dus live doen met de hulp van de kijkers. En we hebben ook, als Bas een keertje een foutje maakt met een transfersom raden, dan moet hij een moeilijke quiz graag van Michel Abink gaan beantwoorden. Maar ik heeft natuurlijk ook Bas de hulp niet. Nodig. Ik benijd Bas niet. Nee, dat is verschrikkelijk lastig. Ja. Maar ik heb wel tegen Michel gezegd van, maak ze wel een beetje schappelijk. Want ze zijn echt vaak heel lastig. Maar we hebben natuurlijk ook de hulp van de kijkers nodig, jongens. Dus we zien jullie morgen voor Black Friday met Pieter en Jarno. En om 4 uur een soort van vrijdagmiddagborrel hier bij VI. Met leuke vragen, leuke transfers, leuke roddels. Noem het maar op. Bedankt voor het kijken en we zien jullie snel. Ciao! Hey, jij daar. Abonneren. Anders breek ik hier die hele tent af.